Nou, ik probeer altijd 3 uur van tevoren kant en klaar te zijn op de plaats van bestemming. Dan ga ik wat het parcours een keer bekijken. Waar je wel kunt fietsen, waar je niet kunt fietsen, wat beter is om te lopen. Je kijkt een beetje naar de anderen, wat die doen, weet je wel. Wat gaat sneller? En dan kies je voor je eigen, ik ga daar lopen, daar ga ik fietsen. Als het moeilijk fietsen is, dan probeer ik het, en het is haalbaar, probeer ik 1 ronde te fietsen, 2 ronde te lopen. Dat je dus niet te veel verliest. En ja, je kijkt waar je eventueel, als je mee zit, waar je demereert. Ja, heel veel dingen doe je wel eigenlijk op zo'n uurtje. Dan deden we half weg en dan stroomt terug. Ja, dat wou ik ook niet. Ja, zo, was zo. Nou, dus. Net waar je naar die berg gaat, waar je omhoog moet lopen en dan een beetje naar beneden. Water langs. Links? Links. En dan krijg je dat losse zand. Ja, dan naar beneden over een balletje heen. Ja. Dan moet je gewoon even van de fiets en dan onder het balletje brengen en dan weer op de fiets. Gaat veel sneller. Ik heb de fiets hier. Okay. Moment, sorry. Ik heb de fiets. Ik ga eerst even doen. Eerst even wat aan. Ja, ik kom. Ja, ja. Hey. Met de Jack van de Poel. Die hoort dat Aaron gewonnen heeft. Dat vindt hij mooi. Hé, hey, jammer hè. Thank you.